Tweede tussentijd is 1.21.0. Het is een wandeltempo met de eerste kilometer in 1.17.6. En Hiltje Zalsma zit er makkelijk met paard nummer 7, Megan Flevo. Paard aan de buitenkant gaat langzaam naar voren. Dat is Loverboy van Assen. Hoeft niet veel moeite te doen om die koploper Megan Flevo te bereiken. Derde paard aan de binnenkant zien we paard nummer 4, Happy Tolleville. Daarachter Mr. Ricardo op dit moment ingesloten. En buitenkant trekt heel makkelijk mee Karin. Met daarachter ook Looping de Liton. En binnenkant voor paard nummer 5, Inflation. Tempo gaat nu duidelijk omhoog met een versnelling van paard nummer 7, Megan Flevo. En Happy Tolleville die laat een gatje vallen, waardoor Loverboy van Assen nog even op die rug mee kan trekken van Megan Flevo. Voor derde tussentijd is 1.16.2. Hier is paard aan het medespoor, is nu Karin. En de derde gaat nu Mistral Ricardo. Nummer 8, galop nummer 8. Paard nummer 8, Looping de Liton, had een fout gekend. En het paard met leiding gaat er nu op het moment met Megan Flevo. Die gaat als eerste de laatste keer voor de Tjaardabocht door. Paard nummer 7, Megan Flevo. Daarachter zien we Loverboy van Assen. Karin is de enige die de voorste twee paarden nog bij het weet te benen. Met Megan Flevo en Loverboy van Assen gaan op het moment zij en zij. Hiltje Zalsma tegen Yannick Mollema. Megan Flevo tegen Loverboy van Assen. Op dit moment nog steeds voordeel voor Megan Flevo. Met de laatste tussentijd van 1.10.5. Laag vliegen. Voor paard nummer 7, Megan Flevo. Tweede wordt de 3, Loverboy van Assen. En derde wordt paard nummer 6, Karin. De uitslag van koers 3, de Euregio Recycling Trophy, is inmiddels officieel. We gaan huldigen Hiltje Zalsma. Hiltje, gefeliciteerd. Ik hoorde net je laatste woorden aan de eigenaren. Ja, ik zeg, wat een vechter is ze. Echt waar. Dat is, want Yannick geeft pittig druk natuurlijk. Maar ze laat zich niet voorbij lopen en dat wil ze niet. Ze is gewoon, ja, fantastisch. Gewoon een geweldige merrie. Je vliegt in 1.10 naar huis, je trok de proppen. Oh, ja, dat had ik niet gezien. Nee. Ja, maar ik kon natuurlijk heel mooi. Ik moet van huis uit natuurlijk wel wat doen om de kop te krijgen. Maar toen kon ik het tempo een beetje naar mijn eigen hand zetten. Toen dacht ik van nou, dan moeten ze van goede huizen komen om te kloppen. Nou, dat is gelukt. Ik hoorde net van Peter Delis 21 starts, 9 overwinningen. Dat zou kunnen, maar Peter is van de statistieken. Peter is van de cijfertjes en de statistieken, maar ik geloof dat het klopt. Dat is waanzinnig. Ja, dat is fantastisch. Maar ja, dat is gewoon natuurlijk dankzij Bas en zijn team. Want die hebben die paarden zo goed. Ja, en dan mag ik ermee rijden. Ja, dan is het natuurlijk, wordt het wel makkelijker van. Dat is te bescheiden, horen we hier op de achtergrond. Ik blijf in ieder geval amateurkoers uitschrijven. Dus we zien je hier nog vaker. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En de uitslag is inmiddels officieel. Winnaar paard nummer 7, Megan Flevo. Tweede, de 3, Loverboy van Assen. Derde, de 6, Karin. Vierde, de 5, Inflation. En vijfde, de 2, Mistral Ricardo. 7-3, 6-5-2. Officieel in een winnende tijd van 1-15-3. Ja, de deken moet zeker. Er is nog een sierdeken voor het winnende paard. Helaas kon Karel Gerritsen niet aanwezig zijn vandaag. We bedanken Euregio Recycling voor de sponsoring. En zorgen dat er een deken overheen gaat. Daar krijgt hij vast wel wat hulp van. Of het mag zo. En dan kunt u in de handen voor Megan Flevo en Hiltje Zalsma.
En de start van de Euregio Recycling Trophy is gevallen. Begon met moeilijkheden voor paard nummer 1, Loptomis. Goede start heeft gekend paard nummer 4, Happy Tolleville met Robert Veld. En die neemt op dit moment in de stalterreinbocht de leiding. Buitenkant zien we een goede start van Megan Flevo en Hiltje Tjalsma. Met erachter die andere gele kanarie, Mistral Ricardo. Vierde paard zien we op dit moment Inflation. Met erachter Loverboy van Assem en ook Karin. En een slechte start heeft dus gekend Loptomis. Leiding wordt op dit moment overgenomen door paard nummer 7, Megan Flevo. Megan Flevo die dit jaar al 9 koers wist te winnen en gaat op het moment voor een nieuw succes. Daarachter zien we paard nummer 4, Happy Tolleville. Derde paard erachter is ook een seriewinnaar dit jaar. Paard nummer 2, Mistral Ricardo. En de opening die wordt neergezet door Hiltje Tjalsma en Megan Flevo in 1-14-2. Heeft op het moment de leiding voor Happy Tolleville. Daarachter zien we Mistral Ricardo met op de vierde paard aan de binnenkant Chris van Diest met zijn paard nummer 5, Inflation. Eerste paard in het tweede spoor is nu paard nummer 3, Loverboy van Assem. En die wordt gevolgd door paard nummer 6, Karin. Krijgt daar een optimale koers. Daarachter zien we Looping de Liton. Een achterstand is er voor paard nummer 1, Loptomis. Megan Flevo heeft de leiding voor Happy Tolleville. Daarachter Mistral Ricardo met Inflation. Treintje komt er nu in het tweede spoor met Loverboy van Assem, Karin en ook paard nummer 8, Looping de Liton, heeft makkelijk de aansluiting gevonden. Tweede tussentijd is 1.21.0. Het is een wandeltempo met de eerste kilometer in 1.17.6. En Hiltje Tjalsma zit er makkelijk met paard nummer 7, Megan Flevo. Paard aan de buitenkant gaat langzaam naar voren. Dat is Loverboy van Assem. Hoeft niet veel moeite te doen om die koploper Megan Flevo te bereiken. Derde paard aan de binnenkant zien we paard nummer 4, Happy Tolleville. Daarachter Mistral Ricardo op dit moment ingesloten. En buitenkant trekt heel makkelijk mee Karin. Met erachter ook Looping de Liton. Binnenkant voor paard nummer 5, Inflation. Tempo gaat nu duidelijk omhoog met een versnelling van paard nummer 7, Megan Flevo. En Happy Tolleville die laat een gatje vallen, waardoor Loverboy van Assem nog even op die rug mee kan trekken van Megan Flevo. Voor derde tussentijd is 1.16.2. Hier paard aan het medespoor is nu Karin. En de derde gaat nu Mistral Ricardo. Nummer 8, galop nummer 8. Paard nummer 8, Looping de Liton, had een fout gekend. En het paard met de leiding gaat er nu op het moment met Megan Flevo. Die gaat als eerste de laatste keer voor de Tjaardabocht door. Paard nummer 7, Megan Flevo. Daarachter zien we Loverboy van Assem. Karin is de enige die het voorste twee paarden nog bij het mee weet te benen. Met Megan Flevo en Loverboy van Assem gaan op het moment zij en zij. Hiltje Tjalsma tegen Yannick Mollema. Megan Flevo tegen Loverboy van Assem. Op dit moment nog steeds voordeel voor Megan Flevo. Met de laatste tussentijd van 1.10.5. Laagvliegen. Voor paard nummer 7, Megan Flevo. Tweede wordt de 3, Loverboy van Assem. En derde wordt paard nummer 6, Karin.